Op donderdag 8 september vond de officiële opening plaats van het Futurehuis aan de Gelderstraat in Zomeren. Voor de opening waren er de nodige toespraken. Van harte welkom en in bijzonder welkom aan onze bewoners. Want als ik u meeneem, en ik noem het altijd het Futura Zorg Adagium, dan staan bij ons de bewoners op de eerste plek. Nou, bewust wacht ik altijd even een paar seconden. Dat doen we dan ook netjes. Dan komen onze medewerkers en dan pas de organisatie. Als we dat adagium maar steeds blijven volhouden, dan denk ik dat onze bewoners hier meer dan tevreden kunnen leven. Futura Zorg, op dit moment onze 7e locatie in Zomeren. De meest zuidelijke had ik net even met de burgemeester over. En er komen nog meer. Wij houden niet op. We hebben een gezonde groeiambitie van 1 tot 2 locaties per jaar. Maar daar ga ik u allemaal niet mee vermoeien vandaag. Want vandaag hebben we feest. Want vandaag openen we Zomeren. Nou, misschien kan ik ondertussen nog even iets vertellen over het feit waarom hebben we het steeds over thuis en dit en dat. Wij hebben binnen onze organisatie 10 bewonersbeloften. En de eerste van die 10 bewonersbeloften is: hier voel ik mij thuis. En wij hebben als beginnend team hier in Zomeren het idee opgepakt om elke maand 1 van die 10 bewonersbeloften speciaal onder de aandacht te brengen. Maar wat is nou mooier dan bij aanvang, bij de opening van dit hele gebeuren, dat we juist die eerste bewonersbelofte, hier voel ik mij thuis, dat we die gaan proberen gestalte te geven. En dat gaan we samen doen. Okay. The floor is yours. Lieve mensen, fijn dat jullie in zo'n grote kathedraal gekomen zijn. Ik ben hier 2,5 maand en ik ben hier zeer gelukkig, want het is hier heel goed. Al de werkers en vooral onze Wim. Onze Wim is bijzonder. Wij houden van jou, Wim. Kijk, dankjewel. En hierbij open ik officieel Futura Zomeren. Yeah. Ja, dit is natuurlijk een prachtig mooie locatie. Ik heb net al heel even hier gekeken. Ik ben eerder hier nog niet geweest. Maar ja, de mensen, de locatie, wat ik er nu al van gezien heb, dan belooft dit echt iets te zijn wat we ook in Zomeren nog niet hadden, wat heel veel gemeentes in Zomeren niet hebben. Nou kom ik uit een ander deel van Nederland, dat zei ik net, en daar waar ik vandaan kom was ooit het eerste Futurehuis in Oudewater, waar een moeder van een vriendin van mij ontzettend veel fijne jaren heeft gehad. Dus ik kende het concept Futurazorg toen dat hier jaren terug voor het eerst werd genoemd. Want ja, vorig jaar, maar er zijn best wel wat jaren overheen gegaan tot het moment van dit. En ik kijk even naar mijn collega wethouder Swinkels, onder andere van ruimtelijke ordening en volkshuisvesting. Want uiteindelijk woont u hier gewoon met elkaar. Hè? Dus dat is het wonen met daarbij een hele grote plus. En de plus zit inderdaad in de mensen. En ik hoop dat u met elkaar op deze mooie plek, in deze mooie ruimte, dat u ook die plus echt ervaart. En ik kan niet anders zeggen dan dat ik heel veel huizen ook anders gezien heb van binnen. Ik kom zelf uit de gezondheidszorg, dus ik heb ook al heel wat jaren daar rondgelopen. Maar dit is wel echt een uniek concept. En we weten natuurlijk met z'n allen dat het niet voor iedereen is weggelegd. Maar we weten ook met elkaar dat soms in het leven we elkaar ook echt iets mogen, onszelf en elkaar iets mogen gunnen, omdat je daar gewoon ook toe in staat bent. Ja, het verschil kunnen jullie maken samen met de bewoners. Dus ik hoop dat dat ook echt gaat lukken. Als ik zo in de ronde kijk, kijk ik nog steeds met heel veel plezier naar het ontwerp en de sfeer en de uitstraling zoals wij hier dit hebben achter mogen laten en overdragen aan de bewoners u. En ik wens jullie in ieder geval ontzettend veel leefplezier en ik hoop dat jullie hier nog heel lang mogen genieten van dit prachtige concept en pand.
Meneer Martijn, die had het ludieke idee van, we willen daar iets leuks doen. We willen iets met de buurt doen. We willen ook verbinding met de buurt zoeken. Dus we hebben, hij heeft een kunstenaar en leerlingen van de basisschool aan de overkant uitgenodigd om een prachtig kunstwerk in elkaar te draaien. Maar goed, een kunstwerk uit zomeren, door kinderen gemaakt uit zomeren. Ja, dat hoort ook in zomeren thuis. Dus wij hebben de gedachte gehad, uiteraard, om dat dan hier te schenken aan Futura, aan Wim. Dus ik zou je willen uitnodigen om... medewerkers. We hebben de kleinste meegenomen. Je kan hem er zo van uitslaan. Nou, daar komt hij dan. Ja. Nog eentje doen. Een tweeluik. Een tweeluik. Wim Zandvoort, beheerder van Futura Zorg. Ze noemen jou al blije Wim. Ja. Word je hier blij van? Ja, ik word hier heel blij van. Ik word hier echt heel erg blij van. Ten meer omdat hieruit blijkt dat we een goede start hebben gemaakt. Dat we het vertrouwen met elkaar genieten. Dat we in staat zijn om er samen iets moois van te maken. En dat is wat mij betreft het belangrijkste van een thuis creëren. Dat de mensen die daar met elkaar zijn, dat die het goed hebben met elkaar en dat die met elkaar kunnen genieten van de kleine dingen van het leven. En nou, daar hebben we volgens mij vandaag een hele mooie start mee gemaakt. Hoe ben jij erin gerold? Ja, hoe ben ik hier ingerold? Ik werd geattendeerd op de vacature bij Futura Zorg. En ik was de laatste tijd bezig met zoeken naar van, ik wilde iets in de ouderzorg doen, maar ik wist nog niet precies hoe en wat en waar. Ik heb altijd de wens gehad om dat binnen mijn eigen woonleefgemeenschap te kunnen doen. En ik werd door een oud collega geattendeerd. Wim, bij jou om de hoek, er wordt een huis gebouwd, dat is krek wat voor jou. En ik heb de stoute schoenen aangetrokken en ik heb mijn cv achtergelaten. En de volgende dag heeft Herman, onze directeur, die heeft mij gebeld. En wij zijn het gesprek aangegaan. En het trieste aan de situatie was, is dat er eigenlijk een collega van me, die zou dit hier gaan doen, die is ziek geworden. Dus ze zochten een vervanger. En ik ben daar ingestapt. En ik hoop dat ik hier kan blijven. En dan gaat dan een wereld voor jou open, of niet? Ja, nou, ik had veel ideeën hierover. Dus ik denk dat dit voor mij een plek is waar ik de ideeën die ik daarover heb ook waar kan maken. Samen met de mensen die hier wonen en werken, het team waar ik om me heen heb gevormd tot nu toe. Daar zal wellicht nog wat moeten groeien als we vol komen zitten met bewoners. Nou, aan deze bewoners ligt het niet, want ik hoor straks dan een vrouw zeggen, Wim, we houden van jou. Denk, nou, ja, dat is wel een groot compliment. Dat raakte wel. Heb je wel snel een ja, dat is bijzonder. Dat vond ik wel bijzonder om te horen. Maar dat is fijn. Dat is alleen maar fijn. Want dat zegt iets over het vertrouwen. Er wonen er nu 10. Hè? 10 bewoners. En daar kunnen nog veel meer in. Ja. We kunnen 23 mensen in ons huis wonen. We hebben 20 appartementen, waarvan 3 tweepersoons. De vraag naar tweepersoonsappartementen, die lijkt hier wat groter in het dorp dan om de eenpersoonsappartementen. Maar ik denk dat juist deze opening, de bekendheid die we nu daarmee een beetje krijgen en het feit dat er inmiddels ook echt al wat mensen uit zomeren hier zijn komen wonen, dat ervoor gaat zorgen dat er meer mensen gaan komen en die gaan zien hoe fijn het hier wonen, het wonen zou kunnen zijn voor ze. Ja, anders ga jij ervoor zorgen. Dan nou, dat hoop ik. Creatief genoeg bent om hier de tent. Dat hoop ik. En dat kan ik natuurlijk niet alleen, want dat doen we echt als een groot huishouden. We willen een groot huishouden zijn, waarin iedereen de mogelijkheid heeft om zichzelf terug te trekken in zijn eigen appartement, maar waarin we ook wel de gezamenlijkheid opzoeken. En daarmee dus samen een beetje voor elkaar zorgen. Ja, want dit is 24 uur zo? Ja, hier is 24 uur per dag zorg beschikbaar. Ja. Kijk, waar ben je begonnen, Wim? Ah, dit is heel erg leuks, maar hopelijk nog heel lang stand gaat houden. Dat hoop ik. Ja.
Oh.